Deen vandaag voor de laatste keer open. Dit is uw laatste tochtje naar Deen. Wat vindt u daar nu van? Nou, niet zo leuk natuurlijk. Want ja, je bent toch gewend aan bepaalde merken. En ja, nou schijnt het Albert Heijn te worden. Dus ja, daar ben ik ook wel tevreden over. Maar ja, je mist toch die winkel. De bepaalde merken die Deen heeft? En, ja, die... ja, ook dat, ja. En nou ja, gewoon, je werd altijd goed geholpen. Het ging altijd heel prima, dus ja. Ja. Bent u heel lang hier klant geweest? Nou, ik denk toch wel zo lang, dat ik zeg nog 25 jaar zeker. Ja, ik vind het heel jammer dat hij weggaat. Bent u al lang klant bij Deen? Ja, ik kom er altijd. Is het niet hier, dan is het in het dorp, Eemskerk en alles. Er komt natuurlijk wel een andere winkel. Ja, Albert Heijn hoor ik niet. Ja? Lijkt u dat iets? Een goede vervanger? Nou ja, ik ben niet zo voor Albert Heijn. Dus dat wordt toch zoeken naar een andere winkel? Een andere winkel, dat denk ik wel. Oké. Okay. Het is vandaag de laatste dag van Deen, die gaat sluiten. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het vreselijk, want ik woon hier in de Nauweland. Dus je loopt zo eventjes om. Deen was wel een fijne zaak voor u? Ja, heel erg. Ja, echt waar. Dus dat wordt echt een gemis voor u? Ja, zeker weten. En voor heel veel mensen bij ons uit het pand. Ja, al die oude mensen die zitten allemaal omhoog met boodschappen. En je kent natuurlijk niet voor 3,5 week, kan je voorraad in huis halen. Nee, dat wordt een beetje moeilijk. Ja, je verse spullen nodig. Ja. Dus ja, ik vind het heel jammer. Dag meneer. Hallo meneer. U komt hier bij Deen vandaan. U heeft boodschappen gedaan. De laatste keer waarschijnlijk. De laatste keer, ja. Ik vind het jammer. Een gemis, ja? Ja, want ik woon niet dichtbij. Ik heb natuurlijk geen auto. Dan kun je met een karretje rijden en, naar je huis toe. En de volgende dag rijdt het karretje weer hierheen. Dan kun je ook je spulletje weer erin doen. Bent u al lang klant bij Deen? Zolang Deen bestaat, ik denk al 14 jaar. 14 jaar. Dat is een flinke post. Er komt een nieuwe supermarkt. Ja, Albert Heijn heb ik gehoord. Ja. Bent u daar tevreden mee? Ik kom wel eens in Albert Heijn, maar je moet alleen goed kijken hoe duur of goedkoop het is. Je moet Albert Heijn producten... kijken. Maar deze zult u missen? Ja, ik zal het wel missen, Deen. Ja. Dat is de laatste keer, ja. Gemis? Dat is zeker een gemis, ja. Want Albert Heijn is toch in principe een stuk duurder. En die komt hierin. Het wordt de volgende zaak inderdaad. Bent u lang klant geweest bij Deen? Zolang ik hier woon. Ik vind het niet goed, want het was wel een goede winkel. Er waren veel dingen. Je kon alles vinden. Boodschappen en zo. Ja, voor mij maakt het niet uit. Nee, meer voor je vader en moeder natuurlijk. Nou, we zien een volle kar, boodschappen gedaan, ingeslagen bij Deen, laatste keer. Ja, dat klopt. Was je vaste klant bij deze zaak? Nee, nou soms. Ik woon in de buurt. Je woont in de buurt. Ja. Wat vind je er nu van dat deze zaak weggaat? Ja, ik ga wel de Deens dinsdag missen, maar verder maakt het me niet zo heel veel uit. Maar je altijd wel prima geholpen hier? Prima, aardige mensen, dus aardig personeel. Nou, we zien weer een hele volle kar met boodschappen. Ja. Zijn het de laatste bij deze winkel? Ja, de laatste boodschappen. Ja, was je vaste klant bij Deen? Ja. Dus je gaat het missen? Ja, erg mis. Er komt nu een andere supermarkt. Wordt dat je nieuwe thuisbasis voor de boodschappen? Ja, Albert Heijn. Maar weet je, sommige dingen hier is het maar goedkoper. Dus dan is het maar goed dat je nog even ingeslagen hebt. Ja. Volg Eimond Nieuws. Ik hoop dat jullie 1 miljoen views halen.